Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En welkom bij GTA 5. Holy shit, ik had niet gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen. De laatste keer dat ik een GTA 5 video heb opgenomen is geloof ik echt al iets van... misschien wel een jaar geleden als ik het goed heb. Ik weet niet eens wat ik ga doen in GTA. Ik zit gewoon lekker in GTA story mode. We gaan gewoon lekker kloten, we gaan plezier hebben. We gaan mensen doodmaken, we gaan mensen overhoop schieten. Eigenlijk gewoon hetgene wat je bijna in elke fucking GTA video doet. Dus jongens, als jullie meer GTA willen zien, doe dan nu alvast even een blauw duimpje omhoog en geniet van de video. Als we de 2000 likes kunnen halen, ga ik sowieso meer GTA doen. En let's go man, ik heb hier een prachtig mooie shotgun. En ik ga eens even kijken of ik met iemand een gesprek zou kunnen aanknopen. Hallo meneer, hoe gaat het met u? Heeft u een beetje een mooie dag vandaag? Meneer? 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 Ik vraag u iets. Ik zeg... oh, kut. Oh, hallo meneer? Meneer? Hallo meneer? Meneer, het was niet bedoeld. Oh, oké. Hij neemt het iets te serieus allemaal. Oké, we gaan hier even naar binnen. Yes, let's go. Oké, we tikken het raam in. Het lijkt wel een beetje op een sportauto of zo, jongens. Oké, onze allereerste diefstal in GTA 5 na jarenlang. Ik heb er zin in. Ik weet echt totaal niet of ik nog een auto kan besturen in het spel. Waarschijnlijk niet. Ik zou nooit in het echt waarschijnlijk... oh, nee, kijk uit! Voetganger! Oké, ja, sorry voetganger. Ik heb je gewaarschuwd, hè. Kijk. Oh, andere voetganger... jongens, ik zeg elke keer dat jullie uit moeten kijken. Waarom kijken die voetgangers in GTA 5 niet uit? Oh, daar is weer een voetganger. Kijk uit. Oké, gewoon... hey, is dat nou een brandweerkazerne? Dat is een brandweerkazerne. Hey, dat vind ik wel interessant. What the fuck? Ik wist eens dat die er waren in GTA. Oké, let's go. We gaan even naar binnen. We gaan even kijken wat hier te doen is. Hallo brandweer, hoe gaat het met u? Brandweer. Brandweer. Het zou wel fijn zijn als u even antwoordt. Brandweer? Nee, u antwoordt niet. Dan word ik heel boos als u dat niet doet. Oké, we gaan eens even kijken wat hier is. Hey, dit is zo'n typische brandweerpaal. Zouden we daar via naar boven kunnen klimmen? Nee, hè? Oké, dat is jammer. Nou ja, dit is dus de brandweerkazerne. Is niet echt heel interessant of zo. Zouden we hier naar binnen kunnen misschien? Kan dat? Nee, kan ook niet. Nou ja, dan gaan we hier weer snel weg. Pakken we onze mooie auto er weer bij. Even kijken. Ik ben persoonlijk toch wel iemand die het in GTA 5 fijner vindt. Of gewoon in GTA in het algemeen om zeg maar een motor te hebben. Op een of andere manier lukt het dan allemaal wat beter. Maar oké, weet je, ik bedoel, we hebben een auto, hè. We moeten sowieso blij zijn dat... oh nee, politie! Oh nee! Oké, dat is een probleem, jongens. Dat is oké. Kijk uit, Job. Kijk uit. Oh nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Rustig. Niet slippen. Niet slippen. Niet slippen. Waarom slip ik? Mijn wielen zijn denk ik kapot. Oké, jongens, we hebben een missie. We hebben een missie. We gaan eens even kijken. Wat is onze missie? Hebben we een map of zo? Hebben we een map? Ja, we hebben een map. Oké, we gaan eens even kijken. Wat is onze missie, jongens? Laten wij in deze video even iets leuks gaan doen. Maar wat? Wat is iets wat we zouden kunnen doen? Waar willen we naartoe gaan? Dat is de vraag. Laten we naar de wapenwinkel gaan. Dat is deze hier. Oké, let's go. Daar heb ik wel behoefte aan. Oh, kut. Ik weet niet wat ik deed. Maar we gaan er naartoe. Oké, let's go. Het is zo lang geleden dat ik GTA 5 heb gespeeld. Ik weet niet eens wat ik doe. Oh, kijk uit. Kijk uit. Auto. Oké. Kut. Nee. Oké, dat was niet. Oh, fiets. Een fiets. Nee. Politie. Nee. Politie. Doe nou even niet zo flauw. Doe nou even, alsjeblieft. Oh, what the fuck, ik zat vast. Politie, ik wil jullie auto. Ik wil jullie, yes. Ik wil een politieauto. Woe, I did it. Yes, na al die jaren getraind te hebben. In de politieopleiding. Ik weet niet of er een politieopleiding bestaat, waarschijnlijk wel. Na al die jaren de politieopleiding gevolgd te hebben. Ben ik dan eindelijk een van die motherfuckers zelf. Oké, let's go man. Oh, kut, ik zit vast. Oké, keren. Keren. Je hoort ook gewoon echt letterlijk het alarm van die politie. Kan ik ook uit het raam schieten? Oh, kut. Ja, ik heb iemand doodgeschoten. Oh, nee. Het zijn allemaal gangleden. Gangleden. Oh, een hond. Oh, nee, Job. Nee, niet doen. Oké, ik heb 6 honden doodgereden. Dat is misschien wel het ergste wat ik in deze video... oh, ik ben dood. Oké. Mission failed. Mission has been cancelled. What the fuck? Ik heb al zo lang geen GTA 5 meer gespeeld. Ik heb werkelijk maar geen idee wat ik aan het doen ben in deze video. Ik ben gewoon rondjes aan het rijden en op mensen aan het schieten. Het is echt belachelijk. Zullen we gewoon eens kijken of we een missie kunnen doen? Ik vind het ineens zo moeilijk om zonder controller te spelen, jongens. Ik speel namelijk op dit moment zonder controller en ik moet echt wennen, zeg maar. Oké, oh, we hebben ook een normaal pistool. Laten we die gebruiken. Dat is... nee. Waar is die? Ja, ik heb hem. Oké. Nee, oh shit, dat was niet de bedoeling. Ik wou eigenlijk niet schieten. Oké, sorry. Nu raken mensen in paniek. Oké, we gaan even een beetje een mooie auto uitkiezen, jongens. Een auto die bij Team Dutch Uber past. Wat is een auto die bij Team Dutch Uber past? Dat is de vraag. Ik zie hier een mooi blauw busje, zie ik daar. En, oh, dat is een fucking grote auto. Oh, kijk die vrachtwagen. Ik heb zo'n idee dat ik niet zo goed met een vrachtwagen om kan gaan. Ik bedoel, ik kan niet eens met een normale auto omgaan. Laat staan met een vrachtwagen. Misschien dat we even een iets kleiner iets moeten gaan opzoeken. Oké, meneer, waar heb jij jouw auto geparkeerd? Hé, waarom ben jij uit de vuilnisbak aan het eten? Nee, dat is niet de bedoeling. Kom hier. Nee. Boom. Zo, kogel in je anus. Dat is wat je ervan krijgt als je uit de prullenbak eet. Oh, dat is een mooie cabrio. Die wil ik hebben. Yes, ik heb hem. Oh, op het laatste moment. Oké, rennen. We rennen. Oké, we gaan snel deze waggie stelen, want ik vind het wel een mooie auto, eerlijk gezegd. Oh, er zit ook een hele mooie blonde vrouw in. Maar die hebben we niet nodig. Dat is eigenlijk wel een beetje een extraatje, zeg maar, in ons pakket. Maar we laten het wel voorgezien. Oké, jongens, autodiefstal. Autodiefstal met Dutch Uber, jongens. Dat is al geloof ik de derde auto die ik in deze video heb gestolen. Oké, daar gaan we. Ga gewoon even lekker een stukje rijden totdat we een mooiere auto zien en dan stelen we die. Oké, rustig. Oh nee, er is daar een bus. Oké. Oh, dat is een mooie auto. Ja.
Oké, dat is mijn nieuwe auto. Aan de kant, ik wil deze hebben. Nee, kom hier. Oké, nice. Ik vind deze auto echt stukken mooier. Het is ook een witte auto. Ik vind dat sowieso wel wat mooier eruit zien. Oké, jongens, wat is onze missie? We moeten even een missie voor onszelf stellen. Gaan we gewoon echt missies doen in deze GTA? Ik denk het wel, want ik heb hem namelijk opnieuw geïnstalleerd vandaag. Ik had hem namelijk gedeinstalleerd ooit. Dus misschien is het een idee dat we gewoon even missies gaan doen. En als jullie dan een aflevering 2 willen, maak ik gewoon een aflevering 2. Ik bedoel, waarom niet? Dan kan ik gewoon een beetje missies gaan doen, een beetje mensen doodschieten. Oh nee, kijk uit, ik ga crashen. Oh, motor! Yes! Yes! Oké, allemaal aan de kant, bitches! Oh! Oh nee, kijk, die deur zit in de weg! Nee! Oké, rennen, 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 rennen! Pak de motor, pak de motor, pak de motor! Oké, let's go! Oh, yeah! Hoe kan je een wheelie doen? Hoe doe je een wheelie op deze motor? Oh, ik weet niet hoe je dat moet doen. Hoe doe je dat? Oh, dat kan niet, wacht. Een wheelie. Ik heb echt geen idee, hoe doe je dat? Oh shit, ik weet niet hoe we een wheelie doen, maar ik weet in ieder geval wel dat we uit moeten kijken. Oké, we gaan even weg proberen te komen van de scooter, van de politie. Fuck de politie! Ik ga even wegkomen van ze, want ik heb geen zin in die politie. Elke keer weer moeten ze achter me aanzetten, terwijl ik alleen maar onschuldige mensen doodschiet. Alsof dat zo'n probleem is. Oh nee, kijk uit. Oh my god, we gaan zo fucking snel. Oh nee, kijk uit. Oh my god, oké, dit is een probleem. Oké, rustig. Rustig. Oké, we gaan via de bergen. Let's go. We gaan de politie kwijtraken, jongens. Ik beloof het jullie. Oké, we gaan gewoon op deze manier gaan we de politie kwijtraken. Ik geloof dat we ze al kwijt zijn, of niet? Zijn de politie geloof ik al bijna kwijtraken. Oké, daar gaan we. Let's go. Oh, yeah. Oh nee, 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 nee. Nee. Oké, ja, dat is een rugprobleem. Dat is wel degelijk een rugprobleem. Misschien moeten we toch maar even een auto pakken, jongens. Kom hier, die is van mij. Zo. Nee, kom hier. Je ziet al die auto's echt zeg maar alle kanten op gaan zodra ze van die kogels schoten horen. Ja, logisch ook. Ik bedoel, hè. Welke auto zou nou niet een andere kant op rijden wanneer die kogels schoten hoort? Oké. Weet je wat we gaan doen, jongens? Fuck it. We gaan gewoon even een missie doen. Zo lang geleden dat ik voor de laatste keer een missie heb gedaan in GTA. Ik bedoel, waarom niet? Hoe zet je een waypoint? Oké, op die manier. We gaan naar Michael toe, jongens. We gaan een missie doen met Michael. Ik weet dat jullie misschien denken, Job, serieus. GTA is al echt 3 jaar uit of zo. En jij gaat nu pas de singleplayer mode doen. Inderdaad. Dat is inderdaad wat ik doe. En ik doe het met plezier. Ik heb geen idee. Ik bedoel, like, als jullie het meer willen zien, doe dan even een like. Als we echt super veel blauwe duimpjes omhoog halen, dan ga ik misschien gewoon de singleplayer spelen op mijn kanaal. Natuurlijk wel op mijn manier. Ik zal niet elke aflevering zeg maar iets gaan doen in de singleplayer. Sommige afleveringen zal ik ook gewoon naar de stripclub gaan wanneer ik die heb vrijgespeeld. Niet dat ik dat wil, maar ja, weet je. Een stemmetje in mijn hoofd zegt wel dat dat misschien leuk is om te gaan doen voor een video, zeg maar. Oké, oh kut. Oké, rustig, 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 rustig. Oké, daar gaan we. Oh, ik moet zeggen, jongens, ik begin het rijden al aardig door te krijgen, zoals jullie kunnen zien. Ik cross de stad door als een echte baas. En ik heb een pistool bij me, dus ik kan ook lekker op auto schieten. Rat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 
Die is 100% van mij, bitch. Die is 100% van mij, bitch. Yes! Oké. Afstappen, 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 afstappen. Afstappen. Oh nee, what the fuck? What the fuck? Ik kreeg ineens de kans om uit te stappen. What the fuck? Ik werd random gewoon... Wat? Ik werd gewoon aan de kant gebotst. Jonge, jonge jongens en meisjes. Ik krijg ineens de kans om een motor te stelen. Net nadat ik de eigenaar ervan heb doodgeschoten. Het is ongelooflijk. Ja, we gaan alsnog de missie proberen te doen, jongens. Kom op. Welke kant moeten we op? We moeten naar Michael toe. We moeten naar de enige echte Michael. Zo grappig. Hé, hey, mevrouw. Hé, hey, luister eens even, mevrouw. Kom eens even hier. Ik vind jouw borsten niet mooi. Stomme bitch. Stomme. Oh, dit is echt zo erg. Oké, okay, let's go. Pak even. Zo. Ja. Ja, nee. Dood. Zo, nice. Dat is gefixt. Oké, okay, even kijken. Welke auto gaan we pakken? Ik wil eigenlijk deze auto wel hebben. Oké, okay, yes. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Oh, nee, die. Die is zo mooi. Die is zo mooi. Nee, vrachtwagen. Nee. Die doe, die doe, die. Ik wil die. Ik zweer, ik wil die. Alsjeblieft, gun. Gun. Nee, ik wil die echt. Oh, nee, 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 nee. Niet wegrijden. Oh, kom op, man. Kom op. Jezus. Oh, die. Die is ook mooi. Die is ook mooi. Die is ook. Die. Oké, okay, die is van mij. Die is van mij. Nee, die is van mij, bitch. Nee, wat doe je? Jeetje, man. Wat een rare mensen. Alleen omdat ik onschuldige mensen doodschiet, moet iedereen in één keer over me heen rijden. Is dit, man? Al die mooie sportauto's ben ik nu gewoon uit het oog. Oké, okay, kom op. Oh, daar zie ik er ook weer een. Daar zie ik er ook weer een. Politie komt, politie komt. Ik wil die witte hebben. Ik wil die witte daar hebben, alsjeblieft. Komt hij deze kant op? Nee, kut, hij maakt de bocht. Nog een witte. Oh, er zijn 3 sportauto's achter elkaar. Ik wil er eentje hebben, jongens. Ik moet bij die Michael komen. Daarvoor heb ik een sportauto nodig. Kom op. Oh, kut, politie. Oh, kut. Oké, rennen, Job. Rennen. Alsjeblieft. Gun. Gun. Niet wegrijden. Oké, ik heb hem. Yes, ik heb hem. Ik heb een auto. Oké, snel weg. Weg. Andere kant op. En tjallas. Tjallas, motherfuckers. Ik ben weg. Ik ga mijn missie klaren zoals ik dat hoor te doen. Ik ben op een missie. Ik heb geen zin in gezeik aan mijn hoofd. Oké, daar gaan we, jongens. Oh, we zijn al bij Michael, maar ik geloof dat... Nee! Kut. Nee. Oké. Ik zie daar die Michael al staan. Ik weet niet of we die missie kunnen doen terwijl de politie achter ons aan zit. Misschien niet. We gaan het gewoon even proberen. Oh, nee, jongens. Wat een drama ook. Ik heb ook gewoon autodiefstal gedaan, jongens. Ik had niet van mezelf gedacht dat ik dat ooit zou doen. Ik heb het wel gedaan.
Kom op, kom op. Oké, ik ben er. Dit is de missie. Aan de kant, motherfucker. Ik ben er. Kan ik die missie überhaupt wel doen wanneer de politie achter me aan zit? Oh, kijk deze Range Rover. Ja, de missie kan. Nice. Of niet? Ik weet niet of het kan. Wat moet ik doen? Ik moet hier naartoe lopen. Michael? Hallo? Ben je daar? Ah, yes. Oké, ik ga altijd de cutscene skippen. Heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon lekker spelen. Wat moeten we doen? Get in the truck. Oké, let's go. Follow the tennis coach. The motherfucker. The motherfucker is vreemd gegaan met mijn wife. Nee, dat pik ik niet. Dat pik ik niet, jongens. We moeten de tenniscoach pakken. Want de tenniscoach is schijnbaar vreemd gegaan met een... Of nee, het is zeg maar... Wij zijn dan die ene guy, zeg maar die getintere jongen. En wij... ja, onze vriend is Michael. En de vrouw van Michael die is vreemd gegaan met de tenniscoach. En daar gaan wij natuurlijk even een stokje voor steken. Ik weet niet welke guy dat is. Oké, hij is hier net rechts gegaan. Dus dan moeten wij ook even rechts. Oké, jongens. Ik vind het echt super moeilijk om zeg maar in GTA 5 te rijden zonder controller. Mijn controller is namelijk zo'n beetje al een fucking jaar verdwenen of zo. Sinds de laatste keer dat ik GTA heb gespeeld ben ik hem gewoon kwijt. Oké, kom op. Oké, jongens, als jullie dus willen dat ik gewoon meerdere GTA 5 video's maak waarin ik gewoon een beetje de story mode speel en al dat soort bullshit doe, ja, laat het dan gewoon even in de comments weten. Want ik vind het oprecht super leuk om dit soort video's te maken. Ik weet niet waarom. Verdomme, stomme kutbus. Heb ik jou gevraagd om mij aan? Nee, dat heb ik niet. Ik heb jou niet gevraagd om mij aan te rijden. Ik ben nu geloof ik ook gewoon de tenniscoach kwijt, of niet? Ik voel me nog steeds zo slecht over alle autodiefstal die ik deze aflevering heb gepleegd. Het is echt werkelijk waar niet normaal. Zoveel autodiefstal in één video. Het is insane. Oké, daar gaan we, jongens, daar gaan we. We rijden. Oké, we moeten hier rechts, denk ik. Yes. Oké, we zijn er. We zijn er, jongens. Ik kan me dit stukje nog herinneren. We moeten nu, als het goed is, het huis ruïneren van die tenniscoach. Kijk, hij staat daar boven, de motherfucker. Ik zou hem nu eigenlijk gewoon dood kunnen schieten als ik dat wil. Ik bedoel, ik heb zoveel mensen in deze video doodgeschoten. Dat ene tenniscoachje, dat boeit niet meer zoveel. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want wij gaan nu namelijk naar dat gele stip hier. En als het goed is, gaan wij dan nu zeg maar het huis eraan vastbinden. Oké, let's go. Nou, dit skippen we allemaal, dat we niet zien. Oké, jongens, daar gaan we. Als het goed is. Kijk, we hebben nu dus zijn hele fucking huis. Hebben we aan onze auto gebonden. En zodra we nu de auto ingaan en we rijden dus nu met de auto naar voren toe, dan zakt het huis van de tenniscoach in. Je hoort het goed. Het huis van de tenniscoach gaat inzakken, motherfucker. En dan gaan wij voor zorgen. Let's go. Oké, gaat iets. Oh, kut. Kijk dan, jongens. Oh my god, jongens, wat een criminele activiteiten toch. Als de politie meekijkt naar mijn video's, wat ze inderdaad doen, dan zullen ze dit waarschijnlijk niet heel erg op prijs stellen. Maar fuck dat! Doe toch lekker waar ik zin in heb. Let's go, man. Ik denk altijd heel... Hij zegt ook, man, I think this shit is going... Ja, dit is inderdaad iets wat gaat inzakken, jongens. Dan moet je maar niet vreemd gaan met mijn bitch. Oh, yeah. We hebben even laten zien wie de baas is, jongens. We hebben even de tenniscoach goed laten zien wie de baas is. Dan kan die wel een tenniscoach zijn en dan kan die wel met zijn ballen willen spelen. Maar dat pikken wij niet. Dus jongens, zoals jullie kunnen zien... We hebben gewoon zijn hele huis gewoon geruineerd. Stel voor je zou in het echt gewoon daadwerkelijk een huis aan je auto vastbinden en gewoon wegrijden zodat een heel huis gewoon inzakt. Dat is eigenlijk best wel een kwalijke zaak als je er zo over nadenkt. Kijk, als het goed is hebben we de missie afgerond, jongens. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Hebben we de missie afgerond? Ik denk dat we de missie hebben afgerond. Yes, we hebben de missie afgerond, of niet? Oké, let's go! Woo! Oh nee, we rijden in iemands achtertuin. Oh, kut. We moeten terugrijden naar Michaels huis. Kut. Mag ik dat ook gewoon lopend doen misschien? Want ik heb zo'n idee dat die auto het niet gaat overleven. Oh, we zijn Michael op dit moment. Oké, dat is ook leuk. Nou ja, dan gaan we even naar Michaels huis toe nadat ik een duik heb genomen. Hoppakee, woe! Yes, lekker zwemmen, jongens. Hè? Lekker even een duikje nemen tussendoor net nadat je het huis van je tenniscoach kapot hebt gemaakt. Waarom niet? Kan ik weer naar boven toe toevallig? Ik wil naar boven. Wat doe je? Michael! Je ziet die andere guy ook zo heel rustig ook duiken. Zo van, ja, Michael, wat de fuck doe je, weet je wel? Oh, kijk, dat is een mooie auto. Dat is een ziek gruwelijke auto daar. We gaan die even nakken, man. We gaan die auto even nakken, man. Let's go. Bongo. Oh, dit is wel echt een mooie auto. Het is wel een kleine auto. Kut, ik word beschoten. Er zitten gangleden op mij te schieten. Snel. Kut. Snel. Nee, kut. Ik ga dood, hè. Motherfuckers. Zo. Yes, ik heb ze. Ik schiet ze dood. Ik heb ze. Mensen zijn nog niet allebei. Oh, kut. Hij was nog niet ingestapt. Stap in. Stap in, wat doe je? Waar mag je? Dat is echt zo'n Jeon actie gewoon. Gangleden beschieten ons, niemand stapt in. Kom hier, motherfucker. Wat is een motherfucker? Jullie zijn lekker dood. Wat is een motherfuckers? Oké, dat is gefixt. Nu moeten we naar de osso van Michael, snel. Nee, laat me met rust. Ik wil gewoon naar zijn huis toe. Ik heb geen zin om beschoten te worden door al jullie motherfuckers. Oké, daar gaan we, jongens, daar gaan we. Oké, rustig. Links afslaan. Oh, kut, mijn auto is kapot. Ik zie het nu pas. Mijn velgen, ik rij op mijn velgen. Oké, het is niet zo heel ver gelukkig. Dit halen we wel. Hé, die vrouw daar die kijkt niet leuk naar me. Of die man. Zo, fuck you, bitch. Oh, sorry. Ja, ik heb je overgereden.
Was niet mijn intentie, maar ja, het gebeurt. Sommige dingen in het leven gebeuren gewoon, weet je. Daar kun je niet zoveel aan veranderen. Oké, als het goed is zijn we nu bij het huis van Michael. Dus we gaan een klein stukje rijden. We moeten hier de bocht maken. We rijden ook gewoon op onze velgen, hè. Wat ik zeg maar bedoel te zeggen is dat een van onze banden is gewoon helemaal naar de kloten. Maar, we zijn bij het huis van Michael. Oh, kut. Daar gaat de bumper van onze auto. Oké, jongens, we zijn er. Let's go. We rijden iets naar voren nog en dan hebben we het gehaald als het goed is. Yes! Woe! We hebben de allereerste missie geklaard, jongens. In de allereerste GTA video die ik in tijden weer heb geüpload. Ik voel me goed. Ik voel me oprecht fantastisch. Mission passed. Lekker, man. Wat hebben we ervoor gekregen? Ik heb geen idee, maar we hebben het wel gedaan. Ik ben tevreden. Willen jullie nou een deel 2 zien van Grand Theft Auto 5 op mijn YouTube kanaal? Ik heb trouwens wel echt heel veel autodiefstal gedaan in deze video. Niet echt een goed voorbeeld. Maar willen jullie graag een deel 2 zien? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. De support afgelopen tijd is echt amazing. Daar ben ik jullie heel dankbaar voor. En ik vind dit soort video's wel leuk om te maken. Natuurlijk weet ik dat GTA 5 echt al 10.000 miljoen keer is geletsplayed op YouTube. Maar weet je wat het is? Ik doe het lekker op mijn manier. En dan is het toch anders dan de andere let's plays natuurlijk. Oeh la la. Oh, what the fuck is een man? Waarom keek ik? Ik wil ophangen. Waar ben ik überhaupt? Ik ben in het park of zo. Nou, bedankt voor het kijken, jongens, meisjes. Doe een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Adios.